Van alle buren woont niemand zo dicht tegen Tata Steel aan als Fred en zijn vrouw. Een meter of 50 maar naar het hek van de Koudmondwalserij. En dat al 45 jaar. En dus zijn zij zondag belangrijke gasten op de speciale burendag ter gelegenheid van het eelfeest van het staalbedrijf. Lijkt me ontzettend feestelijk, lijkt het me. Nou, dat met een busje mee en een stukje over het Tata Steel terrein. Fred, hoe is het om buur te zijn van Tata Steel? Nou, geweldig hoor, want de omgeving is nog vrij groen hier. Dus. Maar ja, het is een beetje vervuild af en toe, maar ja, dat komt door de wind. Maar voor de rest is het prima te vertoeven hier. Zullen we even bij de buurman gaan kijken? Ja hoor, kom maar mee. Oké, verder kunnen we niet. Het is niet echt een gastvrije buurman, hè? Ja, nee, het hek is altijd gesloten. Er staan voordelen tegenover het wonen op deze plek als je over je buurman durft heen te kijken. Het strand is toch mooi. Het heeft wat, de zee, de strand. Dicht bij Beverwijk. In Amsterdam zie ik je ook zo. Nog een voordeel met zo'n buurman is dat je ongestoord tot in de kleine uurtjes feest kunt vieren. We hebben het met mijn zus op zijn verjaardag hebben we het gedaan. 100 man, 3 bandjes, allemaal in het wit. Ja, geweldig. De buurman uitgenodigd? Nee. Is ook niet bij me opgekomen ook. Er valt eigenlijk best te leven met deze buurman. Ondanks die ene vervelende eigenschap. De lucht is natuurlijk zwaar vervuild. Maar dan zou je dus op een onbewoond eiland moeten gaan wonen. Ik heb er geen problemen mee. En Wijkenzee ook niet, anders had het wel leeggelopen.